Ik weet even niet waar ik moet beginnen. Jij wel? Nee, ik zou het niet weten. Heel eerlijk, absoluut niet. Ik denk dat we een wedstrijd heer en meester zijn en we aardig aan het voetballen zijn, maar we wel weinig kansen creëren. Nou, ik denk dat dat al een proces is van de afgelopen weken. En zij heeft veel de lange bal, valt één keer goed of misschien twee keer. En de 0-1 ligt binnen. Ja, dan ben je het echt even kwijt met elkaar. En ja, dat is iets wat al weken aan de gang is. En dan rond de 80ste minuut pak ik echt nog een goede bal, denk ik. En dan hoop je jezelf dat het team zich beloont dat hij 90 minuten nog een panel kan maken. Dan haal je er in ieder geval nog een puntje uit. Maar ja, hun keeper eerlijk pakt hem gewoon goed. Dus complimenten naar hem, uiteraard. Vanaf de kant leek het niet heel goed. Jullie kunnen veel beter. Jullie moeten veel beter. Het leek vandaag wat plichtmatig. Ja, nou, dan haal je de woorden uit mijn mond, Mup. Zo voelt dat voor mij ook al een tijdje. En je probeert er alles aan te doen om de sfeer goed te houden en met z'n allen keihard te werken om op punten over de streep te trekken. Maar ja, uiteindelijk complimenten naar Dem, denk ik, hoe zij ons dan hebben opgevangen. En ja, dan loop je gewoon achter de feiten. Je zit nu een beetje in niemands land op de ranglijst, maar je werkt naar de na-competitie toe. Dan is deze wedstrijd niet lekker. Het is sowieso niet lekker dat je in niemands land staat op het moment, denk ik. Want uiteindelijk hebben we denk ik kwaliteit genoeg om onszelf vaker te belonen dan dat we nu aan het doen zijn. En er zijn nog 5-4 wedstrijden te spelen voor die na-competitie. Nou, laten we ons beste beentje voorzetten. In ieder geval dit aankomend weekend zijn we vrij in verband Koningsdag. Hè? Ja, laten we de kopjes bij elkaar houden deze week en kijken hoe we dit weer kunnen omdraaien met elkaar, zodat de positieve energie erin gaat komen voor die na-competitie. Maar ja, uiteindelijk heb je daar nu niks te zoeken. Zo simpel is het ook. Waar liggen dan de verbeterpunten? Ik denk voorin. Uiteindelijk denk ik dat we defensief best aardig staan en we krijgen ook weinig tegen. Vandaag ook 2-3 mogelijkheden misschien van Dem. Maar ja, als je vooruit voelt het allemaal een beetje plichtmatig. Ik vind dat we daar meer op mogen trainen. Punt. Ik vind dat we, klinkt misschien best hard. Nou, al weken doen we afwerkvormen die leuk zijn voor de jongens, maar geen tactisch venijn in zitten. En dat is wel heel jammer. En dat zie je vandaag ook weer. Zolang je geen tactisch iets tegenover kan zetten, zeg maar, of vaste patronen die je met elkaar kan uitvoeren, ja, dan valt hij niet. En dat is iets waar we gewoon echt wel aan moeten gaan werken. Dat zijn harde woorden. Ja, het is leuk geweest met de plezier en de leukdoenerij. Ik denk dat we nu een keer achter onze oren mogen krabben. En niet alleen wij, gewoon iedereen van staf tot aan spelers tot aan jongens die op de bank zitten. En kopjes dezelfde kant op, goed gaan trainen. En de verbeterpunten moeten er gewoon gaan komen, zeg maar. En dat kan niet op de manier waarop we nu bezig zijn. En dat zijn harde woorden, ja. Maar ja, soms mag dat best. Duidelijk, dankjewel. Ja, geen probleem, jongens.